Mathilde, dat was weer een mooie overwinning voor jou. Ja, ik ben er echt wel blij mee met deze. Het was echt wel zwaar, maar mooie overwinning. Heb je echt gepiekt naar deze wedstrijd? Ja, zoals Frank het altijd zegt, ik heb er toch wel een beetje naartoe geleefd. Ja, eigenlijk wel. Want in Hallem presteer je altijd goed, hè? Ja, het is vooral de sprint die mij op het moment een beetje moeilijk ligt. Dus lange wedstrijden, ja, gaan makkelijker. Maar ik heb je onderweg gezien. Je hebt wel geprobeerd de wedstrijd hard te maken en te demareren om het uit elkaar te trekken. Ja, ik dacht als alles bij elkaar blijft en het loopt dan uit op een sprint, dan zal ik het waarschijnlijk nog moeilijk krijgen. Dus daarom hoopte ik om met een klein groepje naar de finish te gaan. Maar jij mag graag in Hallem terugkomen om hier een mooie overwinning te pakken. Ja, het is moeilijk te zeggen wat de toekomst gaat brengen, maar zoals het nu gaat, dan zou ik graag nog een jaartje skilleren. Je hebt er gewoon plezier in. Ja, ik vind het nog altijd hartstikke leuk en de lange wedstrijden liggen mij gewoon beter. Wat zegt Hallem jou, deze 60 kilometer klassieker? Ja, het is gewoon uniek en ja, een mooi landschap en een mooi rondje. En dat ligt jou met de kop in de wind te rijden? Ja, ik vind het niet erg om in de wind te rijden. En ja, ik heb liever een beetje zware wedstrijd dan kort en snel. Er komen er nog 3 aan. Zien we jou daar weer terug? Ja, ik ga zeker nog de wedstrijden in Nederland rijden. En daarna zie ik wel. Het hele skillenseizoen zien we je niet, Maria. Maar in Hallem ben je er altijd bij. Ja, thuiswedstrijd, hè? Dan moet ik wel aan de start staan. Het ging voortreffelijk vandaag. Ja, ik had geen idee wat ik kon verwachten. Omdat ik helemaal geen skillenwedstrijden heb gereden. En ja, dan sta je blanco aan de start en dan gaat het zo goed. Ja, derde plek. Dat had ik van tevoren voor getekend. Hartstikke mooi in je achtertuin eigenlijk. Kun je iets vertellen hoe het verloop in de wedstrijd was? Het eerste rondje, toen moest ik eigenlijk al afhaken bij de voorste dames. En ja, toen had ik het ook heel zware tempo, lag hoog. Ondanks dat het zo waaide, werd er hard gereden. En ja, toen ik er één keer weer bij zat, toen kon ik in mijn slag komen. En toen kreeg ik weer vertrouwen. Dus toen de slag geslagen was, toen dacht je van, ik laat ze niet meer los. Nee, als je er één keer weer bij bent gekomen, dan wil ik er ook bij blijven. En dat is gelukt. Dankjewel.